Vrolijk kerstfeest. Dit is het huis van Mats en Poppy en Dana. Het huis is versierd. Er hangen lampjes en een ster en een krans en een kerstboom. Mats en Dana maken een sneeuwpop. Binnenkomen, roept mama. We gaan naar opa en oma. Hoi, mag de sneeuwpop mee? Nee, dat kan niet. Mama heeft een cake. Dana en Mats gaan de cake versieren. Ze gaan de cake mooi maken. De cake lijkt op een kerstboom. Hij ziet er hetzelfde uit als een kerstboom. Hoe gaan ze de cake versieren? Papa wijst plaatjes aan. Waar gaan we de cake mee versieren? Met een duif, een kerstbal, kerstklokjes, een slee, kerstblaadjes van chocola of met een baby in een kribbe. Mats wil de cake versieren met een draak. Een boze draak, een woeste draak. Een draak met grote tanden en vleugels. Dana maakt een engel. De engel heeft ook vleugels. Dana en Mats gaan naar opa en oma. Hebben we alles? Ja, de draak, het engeltje, de cake, we hebben alles. Maar wie heeft de autosleutels? Dat is een leuk cadeau, zegt opa. Een kerstboom en je kunt hem ook opeten. Met een draak en een engel. Wat lekker. Ze gaan allemaal aan tafel. De tafel is versierd met een mooi kerstkleed. Samen eten ze de cake op. Vrolijk kerstfeest allemaal, zegt opa.